Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. En Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 15 juli 2021. En het is nu 15 uur 40. Ja, het loopt nou tegen 4 uur aan. En wij gaan nu zo meteen richting Amsterdam. Want zoals jullie al in de media hebben begrepen, is helaas onze grote misdaadverslaggever Peter R. de Vries overleden. Maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, nou, wij zijn dus nu weer in het parkeergarage van Westfield Mall of the Netherlands. Helemaal leuk, helemaal top. Wat? Maar oké, maakt helemaal niet uit. Rodi gaat zijn bril ophalen. Toch, lief? Denk het wel. Denk je dat? Ja. Waarom denk je dat? Denk je. Ja, je moet aan die kant lopen, lief. Zo. Maar waarom denk je dat? Nou, stel dat hij er nog niet is. Ja. Dat ze gezegd hebben, hij is er, maar hij is er niet. Dan kan ik hem niet ophalen. Nee, oké, dat is waar. Ja. Maar dat is inderdaad jammer. Maar zijn bril is er wel. Want hij had daar dus een mail over gehad. Dus we gaan zijn bril halen. En we gaan even naar Bloem. Ja, we gaan even naar Bloem. Bloem, 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 Bloem. Ja, even rozen halen. Dus dus dat. Oké, hier hebben we dus Bloem. En daar ga ik zo meteen naartoe. En daar is het dus inderdaad helemaal mooi tegenover de Jumbo. Dus wil je iets kopen? Ik zou zeggen, ga even gezellig naar Bloem toe. Goedemiddag. Ja? Ik wou net zeggen, ja, dat zit wel heel erg losjes. Jou mag ik niet filmen. Nee, ik hou niet filmen. Ik ga je zo nog. Nee hoor. Nee hoor. Wat? Wat ga je doen? Oeh, spannend. Oeh. Die zit goed. Die zit goed. Grappenmaker ook, hè? Dat was tegen dat. Hoe zit het achter je oren? Ik denk het goed. Mag nog wel een beetje. Ja. Ja, maar bij jou zit en zit alles maar snel goed, dus. Ja. Staat je goed? Ja, die nemen we. Ja, mooi. Die nemen we. Nee, die had je al. Grappenmaker. Oh ja, mooi. Ik ga jezelf niet filmen, dat weet ik nou wel van je. Kijk, mooie witte rozen en rode rozen. En dan wouden we een kaartje. Wil jij even een kaartje uitzoeken, lief? Oh, heb jij daar? Oh, heb je ook nog? Kijk, dat is mooi. En deze fase, jongens, die zijn ook zo leuk. Kon ik maar een samenwerking krijgen, is ook handig. Nee hoor, grapje. Grappenmaker. Leuk inpakken. Ja, die is inderdaad leuk ingepakt, ja. Ja, leuk inpakken. Of zeg je van, nou, voor zo'n gelegenheid. Ja, het is voor... Ja, en voor Peter. Peter. Laatste keer dat het leuk ingepakt kan worden. Ja. Maar doe me gewoon een normale folie eromheen met misschien even een lintje of zo. Ja, toch wel? Ja, gewoon met een lintje. Welke wil jij, lief? Die wit gedekte. Deze? Drie keer, hè? Ja. Eén met een hoofdtekst. Ja, daar, kom dan even hier staan dan. Ik heb geen pen, hè. Ja, maar ik wel. En zij heeft ook een pen. Nee, ik heb een pen. Kom dan even hier. Schat toch op, man. En je jat niks in, want je bent zelf een beveiliger. Kom. Kom erbij.
Want dan kan ik namelijk even op een paar handen gaan kijken. Vind ik leuk. Oh, dat is echt geweldig. Op de handen. Was net kaartjes aan het schrijven. Drie rozen, witte rozen, drie. Doe je witte maar. Ja, witte. Wil jij even kaartjes uitzoeken? Deze kaartjes. Ja? Oké. Ik wil er ook nog even een buisje aan. Ja, dat is goed. Dat is goed. Kijk, ze is mooi bezig. En dan zit ook nog een buisje eraan. Een baasje. Ga je spuiten? Sorry. Sorry. Ik kon hem even niet laten. Kijk, want daar heeft ze een pen. Ja. En ik heb hier ook nog een. Kun je hem gelijk schrijven? Ja, schat. Kan dat hier? Ik sta een beetje. Oh, daar. En welke? Ik heb deze pen, schat. En de bloemen op de stoel. Hey, ja hoor, mensen, we zitten nu in Oud-Zuid. Logischwijs, zegt Ro. Kijk, weet je wat ik zo mooi vind? Dat zijn deze kleine raampjes hier. Vind ik zo gaaf? Ja. We lopen dus nu op en op de Olympiaweg. We moeten zo meteen naar de Olympiaplein toe. Hé, hey, hoe toevallig. Ja. En daar hebben we allemaal rozen. Daar hebben we Ro. Ja, Roderick en Rozen. Ja. Ach ja, dat is ook wel weer leuk. Ja, ik zal even iets leuks zeggen. Deze kerk heet namelijk Willem de Zwijgenkerk. Stil. Ja. Nee, maar dat is dus zo en zo heet die kerk. Willem de Zwijger. Je zou maar naar deze kerk moeten, elke zondag. Ja, en niet zingen. En niet zingen. En niet praten. En ook geen preek aan horen. Nee, lekker stil. Ja, rustig. Heerlijk. Ja, en dan zijn we dus in Amsterdam. Dan zie je dit, heel mooi. Dit is leuk. En gratis onderdelen. Zou Ro altijd weer zeggen. We zijn hier lekker aan het sporten. Ook goed, lekker bezig. Helemaal goed. Ja. Helemaal goed. Dan gaan we hier dus een bruggetje over. Dan gaan we onder het tunneltje door. Het Amsterdamse Lies nog wat, weet ik het. Oh, wat is dit zo mooi. Mooi bruggetje. Het Lyceumbrug, weet ik veel. Hoe zeg ik dat? Ja? Lyceumbrug, dat is goed. Oké. Oké, dat is mooi, top. In het eerste... Wat? In het eerste vredesjaar. Ja, helemaal correct, schat. Helemaal correct. Gaan we lekker aan die kant lopen. 15 kilometer, school. Helemaal goed. 15 kilometer per uur mag je rijden. Punt. En wat hebben we hier? Een steiger. Ja, ik ga er gewoon nog door lopen. Ik wel. Steigeren. Ik wel. Stijger niet gereed. Oh, is het lekker dat ik hier ga lopen. Is fijn. Jacob Oprechtstraat. Ja, Jacob Oprechtstraat. Oud-Zuid nog steeds. Kijk. Nu niet. Oh, we lopen door rood. Mag dat in Amsterdam vast wel? Ja, Jacob Oprechtstraat. Helemaal top. Ja, mag ik even aan de binnenkant lopen, schat? Dank je. Ja, ja, mensen. Waar we dus nu op aflopen, dat is het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum. En waar we
naartoe moeten. Dat was net nog 950 meter, dus dat zal dus nu wel denk ik 900 meter zijn. Dus ik ga even zometeen weer op mijn navigatie kijken welke kant op moeten. En Rudy zei dus net nog tegen mij dat dit dus Amsterdam Centraal was, maar dat is het lekker niet. Nee. Jee. Nope. Het is het Rijksmuseum. Helemaal goed, helemaal top. Ja, dan ben je in Amsterdam. Dan moet je toch dingen gaan filmen. Ook al is dit niet zo'n heel leuk bezoekje, maar ik vind dit wel heel mooi gedaan. Met die drie leeuwenkoppen, voor mijn gevoel dan. Met die twee schelpen, magnifiek mooi. Echt waar, wauw. Wauw, kijk. Heel gaaf. Gaan we daar doorheen? Ja, je kan ook daar doorheen, maar welke kant wil je op? De fietspad volgen of daar langs? Daar langs? Wat is daar ginder, schat? Ik vraag iets. Oké, fietspad volgen dus. Kijk hoe... Dit is knus, hè, hier. Nee, maar het is wel lekker knus hier. Zo, een groot schaakbord, hé. Kijk dan. Ja, maar dan echt. Wauw. Ja, nou, dit is dus het kaartje voor mama. Met de roos. En dan hebben we ons eigen. Moet ik even kijken. Of, ja, deze heeft er ook geschreven. En hij gaat zeker gemist worden. En dan vraag ik even haar of hij het even wil neerleggen en even kaarsje wil branden. Wat een huis, wat een kast. Het kost wel een paar miljoentjes, denk ik, hier. Deze locatie. Moet je eens kijken, wat een kast van een huis. Wauw, met een aandachtstijger er nog bij. Geweldig. Ja. En is het duurdere straatje van Amsterdam hier? Duurder. Ja, maar dat kun je ook zien aan de auto's. Ja,
Zo baas, zit ik nou goed voor je neus? Ik vind die zonneschermen wel wat hebben hier. Huh? Ja. En toen stonden we er gezellig bij, ja. Oh, wat is het mooi. Wat ga jij nou weer doen dan? Wat ga jij doen? Hè? Huh? Wat? Wat vind jij nou weer? Geld? Wauw! Hoe zag jij dat? Ja, ik kan je op afstand zien. Dat is handig, toch? Hey. 2 euro. Ja, en die heb je er zelf nu net in en gegooid. Dat vind ik wel niks. Nee, precies. En dan hebben we hier onze auto beneden staan. Ja, ergens. Helemaal geweldig, helemaal top, helemaal goed. Ja, dat is wat, hè? Als ons die man er zo afvalt. Ja. Oh, wat erg. Die groet dan. En 30 ton mag hier staan. Ja, en dat is ook terecht. Met een 30 ton. Kijk, de zomer, de Amsterdamse zomerse, de muzikale zomerbelevenis hier, ja. Kijk dan. Hè? Peter. Kaatsrecht naar beneden. Beep. Ja, een hele goede avond allemaal. Ja, ik ga jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan check ik jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog.